Maatschappij lid 2. Thema relaties. Hoofdstuk 1. Met elkaar omgaan. Relaties is eigenlijk contact met anderen. Er is contact tussen personen. Er kan met allerlei personen contact zijn. Bijvoorbeeld met je baas, je ouders, je vrienden, vriendinnen enzovoort. Als er contact is met personen, spreek je van een relatie. De mens is immers een sociaal wezen. We hebben allerlei relaties met elkaar. Soms wat intiemer dan de ander, maar dat iedereen relaties heeft, staat vast. Bij sommige relaties komen gevoelens en verplichtingen kijken. Persoonlijke relaties kennen bijvoorbeeld de gevoelens vriendschap en liefde en daaruit komen ook verplichtingen. Als je kijkt naar zakelijke relaties, spelen verplichtingen juist een hele grote rol. Zoals bijvoorbeeld het leveren van werk en daar krijg jij in ruil voor salaris. Omdat dit hele belangrijke afspraken zijn, worden ze meestal vastgelegd in een contract. Vrienden. Ook met vrienden heb je relaties. Vrienden die je meestal kennen, bijvoorbeeld op school, tijdens het uitgaan of bijvoorbeeld op een sportvereniging. Vrienden en vriendinnen hebben vaak ongeveer dezelfde leeftijd, met ongeveer dezelfde opleiding en ongeveer dezelfde interesses. Bij de liefde is dat toch net wat anders. Daar speelt immers intimiteit en seks ook een rol. Dat wij moeilijk praten over seks heeft te maken met onze seksuele moraal. Wij vinden het best lastig om met het openbaar ons seksleven te bespreken. Er is ook soms sprake van een dubbele moraal. Er wordt op het gebied van seks tegen meisjes anders aangekeken dan jongens. Als jongens met meerdere meisjes heeft gezoend of seks heeft gehad, vinden ze dat stoer. Doet een meisje dat, dan wordt ze een slet genoemd. Dat is dus wat de dubbele moraal is. Jongens worden anders behandeld dan meisjes. Bij relaties spelen machtsverhoudingen ook een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen ouders en kind. Het kind moet luisteren naar de ouders. Denk maar aan een verhouding tussen je leraar en de leerling. De leerling moet luisteren naar de leraar. En ook binnen een vriendengroep bestaat er een bepaalde machtsverhouding. Je hebt vaak één leider binnen zo'n groep. Soms zijn er extreme machtsverschillen in een bepaalde groep. Dan krijg je bijvoorbeeld een situatie zoals met loverboys. Bij het chatten over jezelf? Wist jij dat dagelijks honderden jongens online op zoek zijn naar jou? En dat ze via Hives en MSN meiden en jongens chanteren? Loverboys dreigen een naaktfoto van jou op internet te zetten als je niet een peperduur abonnement voor ze afsluit. Ja, en die telefoon? Die moet je natuurlijk aan ze afgeven. En dan gaat het van kwaad tot erger. En voor je het weet zit je met torenhoge schulden. Wist je dat er mannen zijn die op een hele andere manier geld met jou willen verdienen? Bijvoorbeeld achter de ramen, of in een hotel, of een parkeergarage. Er worden 200 meisjes per jaar geregistreerd als slachtoffer van een loverboy. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Denk je dat het jou niet zo snel overkomt? In dit programma ga ik de proef op de som nemen en ga ik kijken hoe snel ik door een loverboy de prostitutie ingesleept kan worden. En dat is heel snel. Met de regisseur zet ik op internet een lokprofiel uit. En binnen een paar weken is het raak. We zien elkaar dan wel of niet vanavond? Ja, natuurlijk. Machtsverschillen, zoals bijvoorbeeld tussen loveboys, zie je het vaakst in relaties waarbij een groot leeftijdsverschil
is, zoals ook vaak in een loveboy-relatie.